Het Arnhemse tekort op de zorg is opgelopen tot 12,3 miljoen in 2018. De wethouders zorg leggen uit waarom we dit niet aan zagen komen, wat de oorzaken zijn en wat we eraan denken te gaan doen. Nou, goedenavond, ik sta met twee verantwoordelijke wethouders, Hans de Vrome en Roeland van der Zee, over de tekorten in het sociale domein. Vanavond de behandeling in de Arnhemse gemeenteraad. Allereerst meneer van der Zee, de tekorten die zijn ontstaan naar ruim 12,3 miljoen, waarvan 10,9 structureel. We hebben niet allemaal aanzien komen. Halverwege het jaar hadden we TURAP 2, tussentijds rapportage dachten we 6,4 en blijkt ruim het dubbele. Ja. De interne processen lijken niet helemaal onder controle. Nou, dat heeft niet zozeer met de interne processen te maken, maar vooral dat we verrast zijn, met name door de aantallen personen die gebruik maken van de WMO. Ja, dat is een onderdeel, maar natuurlijk ook de boordwetgeving, waar ook duidelijk werd gezegd van de monitoring is toch niet helemaal zoals die zou moeten, voor wat betreft de ontwikkeling van die kosten in de loop van het jaar. Ja, dat klopt. En dat is ook een van de actiepunten die we gaan nemen. We gaan echt proberen zo goed en scherp mogelijk een beeld te krijgen van de verplichtingen die aangegaan worden en van de facturen die we gaan ontvangen later, om zodanig beter een vinger aan de pols te kunnen houden lopende het jaar. Mm-hmm. Nou, is dat bijvoorbeeld ook in die raadsbrief van, uiteindelijk ook de korting die is gegeven bij toen dit over werd gedragen door het Rijk, die blijkt niet reëel te zijn. Maar goed, zelf heeft u ook nog een korting in uw begroting op eigenlijk het budget wat u krijgt. Is dat dan verstandig geweest? Nou, je kunt vaststellen dat op dat moment dat daartoe besloten werd, een inschatting is gemaakt van hoe effectief zal het zijn dat wij de maatregelen gaan overnemen van het Rijk. Kunnen we dat beter? Ja, was het antwoord. En daarvoor is wel wat opgenomen. Door toenemend aantal zorgaanbieders weten mensen dat ook meer te vinden. Oftewel, je gaat weer zorgaanbieders creëren, waardoor mensen ook meer zorg gaan nemen. Dat lijkt me niet allemaal de marktwerking die u voor ogen heeft. Nee, inderdaad. Dat is niet wat we voorstaan. Maar het is wel een constatering die we doen. We zien dat in een bepaalde mate een enorme aantal toetreders op de markt die hun diensten verlenen. Mm-hmm. En dat in een bepaalde mate toch ook het aanbod een bepaalde vraag creëert. Dan zegt u verder uiteindelijk, we gaan nu een projectteam starten en in 2020 mogen we maatregelen verwachten. Het lijkt wel een beetje alsof het huis in brand staat. En is dat niet wat laat? Nou ja, we hebben gezegd, we willen het zorgvuldig doen. We willen ook adequate hulp blijven bieden. Mm-hmm. We hebben 2019 de ruimte gecreëerd om dat op een goede, zorgvuldige manier te doen. Mm-hmm. Moet ik wel direct bijzeggen dat we ervan uitgaan dat de maatregelen die we verzinnen ook per 1 januari 2020 dus direct bij gaan dragen. En liefst nog eerder, want als ze nog eerder bijdragen, dan willen we dat ook realiseren, want dat maakt ons probleem kleiner. Dus, maar uiterlijk moet op 1 januari 2020 het pakket in zijn totaliteit voldoende effectief zijn om ons probleem op te lossen, want we hebben alleen 2019 op een incidentele wijze opgelost. De komende weken zal de gemeenteraad het college nader op dit dossier bevragen.